Oui, ça va super. On vient de finir les reconnaissances pour le rallye d'Ypres. C'est de ne pas faire d'erreur lors de la qualif et de faire un bon temps pour bien se placer pour la grille de départ demain. Well, de weersomstandigheden zijn niet zoveel veranderd. Het blijft natuurlijk Ypres en Ypres is heel verraderlijk. En ondertussen kennen we wel een beetje de valstrikken, maar we moeten toch altijd opletten. Ik denk wel dat we dit jaar iets meer progressie gemaakt hebben, maar we mogen toch niet te overmoedig zijn en proberen de fouten te vermijden. Ja, de parcours of de speciaals zijn niet identiek aan die van vroeger, maar ze kunnen niet anders of toch altijd op diezelfde wegentjes terugkomen. Dus ja, het is een beetje identiek. Fight with Stefan today. It was mano to mano, so it was really, really close. There was a big push all the day. It's really a shame for them that they made mistake. I just call him. He's all right. He's all okay, and Loris also. So that's the main thing tonight. For sure, we are leading now. We have quite decent gap for tomorrow, but the rally will be really long. Many things can happen. We know that it's rally, it's motorsport. So yeah, the rally is still really long.
Allee, als we doen top 10 hier, zijn we heel blij. Eerste keer voor mij in Ieper, is heel moeilijk. Met al die diep cut en de grip, die is echt moeilijk om te vinden. Maar we zijn wel blij met de dag. Meer de twee laatste proef. Nu, volgende dag, zal ook een lange stuk zijn, maar wachten ervoor. Blij eigenlijk, we hebben veel progressie gemaakt. Wetende dat we als 18e wagen starten, zijn we nu 13e. Voor mezelf heb ik ook wel progressie gemaakt. Ik voel dat het beter en beter begint te lopen. We krijgen meer vertrouwen. We zien ook dat we later kunnen remmen. Ja, de feeling in de auto beginnen we snappen. Ja, het had de goede kant op. Hier is de hun naar toe komen.